ik moet een beetje denken aan een zekere film, Groundhog Day, met de uitstekende Bill Murray. Misschien niet veel mensen kennen die film, maar het concept is als volgt. Dat is de hoofdrolspeler die elke dag opnieuw dezelfde dag meemaakt. En ik heb het gevoel hier in het parlement, en dat is nog maar mijn tweede legislatuur, dat is wel straf, dat we keer op keer hetzelfde soort debatten voeren over discriminatie. Er gaat toch niemand zeggen, voor mensen in het verkeer die snelheidsovertredingen plegen, zeggen, maar ja, we gaan sensibiliseren door campagnes, rij niet te snel. Goed. We gaan borden opzetten. Hier moeten 50 rijden. Prima. Maar we gaan nergens flitsen en we gaan geen boetes geven. Want we willen die Vlaming toch niet culpabiliseren. En toch niet elke Vlaming is een snelheidsduivel. Klopt die redenering? Uiteraard niet. Maar toch is de Vlaamse regering al decennia lang dezelfde redenering aan het toepassen als het gaat over het aanpakken van antidiscriminatie. En dat vind ik schuldig verzuim. En deze Vlaamse regering doet exact hetzelfde. Collega Nouri, ik moet zeggen, ik begrijp u. Ik heb ook het gevoel van die film van Bill Murray dat we elke dag dezelfde dag beleven. Maar dat komt omdat u elke dag opnieuw dezelfde plaat draait. En omdat u blind bent voor de realiteit. En de realiteit die is vrij duidelijk. We zitten hier met een meerderheid die zowel deze legislatuur als de vorige legislatuur resoluut stappen zet rond antidiscriminatie. Stappen die voor alle duidelijkheid resultaat hebben. Dus ik begrijp eigenlijk de ganse heisa totaal niet. Oké, collega Anouri. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega Ronsen, ik zal nog eens op play drukken. Hè. Er zijn niet voldoende stappen vooruitgezet. De discriminatie op de arbeidsmarkt is nog altijd een nijpend probleem. En met dit soort discussies en deze stappen, ja, dan zullen we binnen 5 jaar opnieuw dezelfde plaat moeten opzetten. En dat wil ik voorkomen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.